023 Voetbal gaat door met de rondgang over de Haarlemse voetbalvelden. En vanavond hebben we twee heel bijzondere gasten. Twee mannen die iets nieuws gaan doen. En dat wilt u natuurlijk ook weten wat ze gaan doen. We gaan het ze vragen. Jos is er, maar we hebben natuurlijk ook Jeffrey Samson. Terug naar HFC. Welkom thuis, zei ik tegen hem. Dankjewel. En Barrytjes, jij gaat iets heel moois doen bij Olympia. We gaan ons best doen, ja. 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 Oké, we gaan het erover hebben, want het is natuurlijk prachtig als je twee van deze grootheden samen gevoetbald hebben bij Haarlem. Ook dat nog, ja. Oh ja, allebei. Ja, ja. En die kunnen daar verhalen over vertellen, dan houden ze niet meer op. Maar ik ben ook wel heel benieuwd waarom jij hebt besloten om terug te gaan naar AFC. Wat is het belangrijkste dat je ervoor geweest? Ik woon om de hoek. Dat is het, dat is duidelijk. Dat is okay. Volgende vraag. Volgende vraag. Nou ja, het is eigenlijk in die 5 jaar dat ik er heb gespeeld, is het echt mijn club geworden. En ik woon om de hoek inderdaad. En ik kreeg de kans om, de training ging ook weg en ik heb een goed gevoel bij Gert-Jan Temeres. En die kans bood zich aan. Ja, dan ben ik gek om nee te zeggen. Vooral ook als je de andere mogelijkheden zag. Dat waren er eigenlijk niet veel, want ik ben gewoon weer een jaar geblesseerd geweest. Je bent 3 jaar eruit geweest, hè? Een kruisband. Ja. En het is ook niet zo dat ik zeg van... Nou weet je, die druk om nu naar AFC te gaan, die druk was ook stukken lager dan als ik een andere keuze had gemaakt. Kijk, als je bij een andere club komt, dan moet je toch jezelf weer bewijzen. Ja, je wil toch vlammen. En HFC, die weet waar ik vandaan kom, die kent me, die geeft me de tijd. Ik zou ook in het begin voor tweede spelen, maar ik train wel elke keer met het eerste mee. Totdat ik mezelf fit voel en totdat ik het niveau aan kan, vind ik zelf. En ik heb een spiegel thuis, en die heb ik altijd gehad. Ik weet wat ik kan, ik weet wat ik niet kan. Als ik zie dat ik het niet meer aan kan, dan geef ik het gewoon aan en stop ik ermee. Heb je nou het idee dat je enigszins geremd gaat worden vanwege je blessure? Dat je extra voorzichtig gaat doen in het veld? Dat moet ik dus gaan ondervinden. Dat moet uit mijn kop. Ja. Hoe ver ben je? Ik ben nu op 7 maanden. Ik heb nog 2 maanden te gaan voor mezelf. Ik ben nu vol bezig met mijn laatste fase. Met Patrick van der Oort. En met Wouter Ril van Leidse Vaart. Ja. Fysio die me heel goed begeleidt daarin. Ja, dat is prima vindt. En nu is het alleen maar kotsen. Ja. Volle bak gaan en keihard bikkelen. Het was heel sneu voor je. Je gaat naar OOC, je had hele grote verwachtingen. Ja. En dan gebeurt het. En dat is, dat klapt toch hier in. Zaalvoetbal, hè? Ja, ik doe het elk jaar. Ik heb ook met Barry veel gezaalvoetbald. Dat is net, hè? Ja, net na het seizoen. Dat is fantastisch om te doen. Je houdt van het spelletje, dus je gaat altijd voetbal. Er zijn mensen die zeggen van, dat moet je niet doen. Dat vind ik onzin. Het kan ook op de stoep gebeuren. Of, ja, dat is zo. Gebeurde in de finale, ging door mijn knie heen en klaar seizoen. Het gebeurt wel erg veel, hè, op het moment. Ja, je hoort het nu heel veel om je heen. Er zijn heel veel mensen die de blessure oplopen. Op ja. Dat is echt heel veel. Waar het aan ligt, misschien weer jij? Nee, Terras Groothuizen gisteren, Dordrecht. Oh ja. Valt in 20 minuten voor tijd. En dan komt in de 90ste minuut in het duel met... Beest van een kerel trouwens, hè? Lamproe. En valt ongelukkig, gaat door de knieën in de voorste kruisband. En einde seizoen. Is er nou enige relatie ergens te vinden waarom dit soort blessures is? Nee, je hebt vaak kunstgas gehoord, hè, als excuus. Nou, je blijft op kunstgas makkelijker hangen. Ja. Als je het verkeerde schoeisel hebt, ga je eraan. Ja, oké, dat is gebeurd. Maar dat zal jij niet gehad hebben. Nee. Je hebt wel rondgekeken bij OFC en een van die OFC'ers komt naar HFC. Ja, Las Westra. Vertel eens. Ja, dat vind ik een hele goede voetballer. Ken jij hem, Bart? Nee, ik ken hem niet als voetballer, ook niet als persoon. Nee. Dat is voor mij ook een speler is het. Nee, het is een zeer gedreven speler. Kan de hele linkerkant bestrijken, ook voor de verdediging staan. Hij blijft maar gaan, maar ook een goede techniek. Eerst toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik dat is een spits. Maar het was gewoon een linksback, zeg maar. Die op een gegeven moment linkshalf ging spelen en ook nog eens linksbuiten ging spelen. Dus linksbenig. Linksbenig, goede trap, sterk in de duels, snel, goede kop op. Leuke jongen is dat ook. Ja, ik denk dat dat HFC niet zijn plafond is. Dat denk ik serieus. Ik denk dat het een hele goede aankoop is. Klinkt vrij compleet, hè? Ja, is ook echt zo. Ja. Olympia zal ook niet jouw plafond zijn. Nee, hopelijk niet. Het is wel een mooi moment om te starten als hoofdtrainer. Bij een club die op schat ligt. Hè? En, waar lach. Absoluut. Ja. En waar weer volledig gebouwd kan worden. Ja. En als je het over druk hebt. Ja. Ik kan volledig mijn ding gaan doen in het neerzetten van Olympia Haarlem. En
voor mezelf wel een bewuste keuze om mijn trainerspapieren te gaan halen. Om rustig te beginnen. En om te kijken naar wat dat gaat leiden. Je gaat bij Excelsior, ga je meelopen? Ja, nou, in eerste instantie was Excelsior was de planning. Maar nu heb ik begrepen dat het ook via FC Utrecht kan. En ben ik bezig om hem via FC Utrecht te gaan doen. Puur vanwege de afstand. Ja. Het scheelt me toch weer... 20 minuten. En dus, kwaliteit natuurlijk. Dat wel, ja. Sorry. Wat ga je dan bij FC Utrecht doen? Versneld mijn TC3 halen. Die ik eigenlijk wegens tijdgebrek nooit heb kunnen halen. Nu is daar hebben ze daar een versnelde cursus binnen 12 weken. Van weten te maken voor ex-profvoetballers om deze drie versneld te halen. Dus ideaal voor mij om versneld de cursus af te gaan rollen. Ja. Hoe lang duurt het dan? Ja, 12 weken. 12 weken. Ja. Nou mag jij geen spelers meenemen van jouw club, vandaar van United. Nee. Maar je zou er wel een paar willen hebben, neem ik aan. Ja, nou kijk, we hebben dat afgesproken met elkaar. In de zin van, ik word trainer bij een club die 500 meter verderop ligt. En op dat moment was de intentie van United om gewoon nog door te gaan met de zondagselectie. Nou, uiteindelijk hebben zij een besluit genomen dat zij een zaterdagclub gaan worden. En ja, zijn er toch wat meer jongens meegekomen dan dat we op voorhand hadden afgesproken. Er zijn twee jongens in eerste instantie vanuit de zaterdagtak geweest. Ronald van der Gies en Barry Loenaker. Die zelf aangaven van wij willen mee in dit project en wij willen een nieuwe uitdaging. Arjen Boelens is een jongen die in de zondag speelt. En ja, die zijn hele leven eigenlijk bij Olympia heeft gespeeld. De afspraak was dat Arjen mee zou gaan. En daar zijn ook Niels van Delle en Karim Saliti bijgekomen. Dat noem je wel. Dus dat zijn uiteindelijk iets meer geworden dan dat ik had verwacht op voorhand. Maar ja, wel jongens waar ik gewoon blij mee ben. Het is eigenlijk begonnen, als ik het goed begrepen heb, met een aantal jeugdtrainers. Hè? Die wilden dat de club in nieuw leven ging. Ed de Wit, trainer van onder 13-1, die onwijs veel bij Olympia Haarlem doet. Die was al jaren bezig om iets te vinden om Olympia weer nieuw leven in te blazen en om het ledenaantal weer te laten stijgen. Zodoende zijn we eigenlijk in gesprek gekomen met Johan Snoeks. En eigenlijk vanaf dag 1 dat ik bij Olympia kwam en het complex zag, wist ik voor mezelf, ik wil hier gaan bouwen. Ja, je kan daar alles prachtig aan. Ja, we hebben een zaal. Er is een goed krachthonk, wat ik bij veel BVO-organisaties niet eens zie. We hebben twee kunstgrasvelden, waarvan één vrij nieuw is en één wat ouder. En we krijgen een nieuw hoofdveld, waar een nieuw grasveld in komt. Dus voor mij, als beginnend trainer... ook met het academieteam wat erbij komt. Zo. Ja, uit de as herrezen, want hij noemt het nou, Barry, het academieteam... Ja. Dat is iets heel bijzonders wat jullie van plan zijn. Ja, eigenlijk iets unieks. Natuurlijk heb je heel veel voetbalscholen in Nederland en talententeams. Dat heb ik zelf ook, ben ik ook wel eens mee gestart dit seizoen. Alleen, Gwendol van Riemsdijk, degene die dat bij ons gaat doen, kon ik al vanuit het verleden. Die doet het op toch net een manier die net iets anders is dan de meesten. Steekt daar meer tijd in, traint heel veel met die spelers. Het team zal volgend jaar ook 8 trainingsmomenten hebben in de week. Ja, gewoon puur om de jongens te laten ervaren hoe het is om te trainen als een prof. En om daar naartoe te werken en om daarvoor te leven. En dan binnen een jaar willen wij kijken hoeveel spelers zich kunnen ontwikkelen, zodat zij die stap kunnen maken. Ik heb best wel wat jongens vanuit de HFC Edo naar BVO-organisatie gebracht. Ja. En dat was dan elk jaar kijken van zijn er 1-2 jongens die stap kunnen maken en daar stak je dan extra tijd in en daar ging je extra mee trainen. Alleen nu wordt dat met een heel elftal gedaan en daar ben ik gewoon heel benieuwd van de talenten die gaan komen, wie die stap kunnen maken. We organiseren een selectiewedstrijd voor jongens die zichzelf willen inschrijven voor dit project. En hebben inmiddels meer dan 65 aanmeldingen ontvangen. Ja, en dat is onwijs veel. Naast de jongens die zelf gescout zijn door Gwendol, door mij, door Danny van der Giezen, die ook een aandeel heeft in dit verhaal. Gwendol heeft bij Ajax gespeeld, geloof ik. Hè? Ja, Gwendol heeft in de jeugdopleiding bij Ajax gespeeld. Ook in de tijd dat Jeffrey daar heeft gespeeld. Heeft daarna bij FC Utrecht gespeeld. En in de top van het amateurvoetbal, Türkiye'mspor. En die is nu gericht bezig met het begeleiden van talenten en heeft het ook net niet gehaald. Ik heb het net niet gehaald.
Ja, maar jij bent wel heel erg veranderd. Ja, ik ben heel, heel erg veranderd. Ja. Hij had het echt wel kunnen halen. Ja, maar van het boefje is het nou een meneer, hè? Ja, zeker. Nee, echt. Ja, dat is trainer helemaal, hè. Dan moet je echt als meneer gaan optreden natuurlijk. Ja. Ja, je was zelfs op een gegeven moment Italiaan, hè? Ja. Vertel dat verhaal nog eens. Nou, ik zat op dat moment, was 18 jaar, zat in de selectie bij HFC Haarlem, samen met Jeff. En voor mij hield het iets eerder op dan dat het voor de hele club ophield. En in januari kreeg ik een belletje vanuit Italië, Glenna Zeedorf, ja, of ik die stap wilde maken. En ja, als jij Glenna Zeedorf aan de lijn hebt en je bent 18 jaar, Glennis, dan denk jij niet na van wat voor consequenties gaat dat hebben als ik alleen op een appartementje zit. Nee. Maar dat heb ik heel snel ervaren toen ik daar was. Ja, heel snel. Je kwam aan en je wilde weer terug. In principe kwam ik aan, ik kwam in mijn hotelkamer aan, de deur ging dicht en ik dacht bij mezelf, Jezus, waar ben ik beland? Ik wil terug. En Barry met de grote mond kreeg hij mee. Ja, gewoon het alleen zijn. Geen internet. Op dat moment hadden we wel nog de Blackberry wie net in was. Kostte onwijs veel geld. Het pingen en de foto's versturen. Dat merk je ook. Wat voor foto's? Ja, nou. Dat merk je ook eind van de maand. Nee, doe het langer dan dat. En En hoe lang heb je daar gezeten? Uiteindelijk heb ik het tot begin juni uitgehouden. En toen werd ik gebeld door Ton Ooyers, die toen de tijd TV Noord-Holland team deed, of ik mee wilde doen. En ik kon ook direct op stage bij FC Groningen. En ik wist eigenlijk niet hoe snel ik terug moest gaan. Jullie hebben samen heel veel beleefd, hè? Ja. HFC Haarlem, ja. Is een prachttijd geweest. Ja, mooi man. Hij vertelde mij dat als jij een vrije trap moest nemen, dat hij vast terugliep. Ja. Kun je dat nog steeds? Toen wel, ja. Ja. Een beetje pootje werken. Ik hoop het. Geen idee, ja. Ja, ik denk het wel. Maar we gaan het allemaal zien. Ik hoop eerst gewoon lekker te trainen. En dan stap voor stap weer vooruit te kijken. Want met zoveel blessureleed durf je niet ver vooruit te kijken. Je moet gewoon echt week voor week. Het is een mentale in je kop. Ja, dat is dat sowieso ook. Dat moet je omdraaien. Dat lijkt me wel heel erg moeilijk. De kop wil wel, maar de knie hoop ik ook. Ja, het is die kop ook heel belangrijk. Jullie met z'n tweeën waren een speciaal duo, hè? Ja, Jeff, in de tijd dat ik bij Haarlem speelde, in het eerste jaar was jij linksback, ik linksbuiten. Ja. Stonden op één flank. En maakten we ook best wel veel tijd naast het voetbal met elkaar door. Ja. En later ging Jeff naar het middenveld of centraal. Vier en op acht. Nee, absoluut niet, want ik ging toen ook naar de spits. Spits, rechtsbuiten. Nee, maar ik denk het belofte elftal van Haarlem toen de tijd. Ik kan daarop terugkijken als de mooiste voetbalperiode uit mijn leven. Maar wat een wereldteam, hè? Ja. Danny Post, jij dan, Freddy Sommers. Freddy was ook een topper. Nee, we hadden gewoon heel veel goede spelers. En er stond een team, we werden dat jaar tweede achter Heracles. Ja. Een belofte team. Ja. En elke speler bijna uit de belofte elftal heeft wel een minuut in het eerste elftal gemaakt. Ja. Stond Xavier Mans toen bij jullie in het team? Of is dat een ander team geweest? Nee, dat is de jeugdopleiding. Dat was de jeugd, want je werd nog kampioen en toen ging het mis. Dat is ook heel jammer natuurlijk. Ja, Keeper van Osse tegenwoordig. Ja. Ja, niet heel goed doet trouwens. Ik snap ook niet dat hij nog bij ons speelt. Maar... Is kruisband al gescheurd of niet? Ik kan het niet vertellen. Nee, dat weet ik niet. Misschien ben ik in de war met een andere keer. Nee, volgens mij staat hij gewoon op de staat hij. Nee, ik dacht vorig jaar bedoel ik. Nee, dat jaar ervoor. Want wij doen televisie dan op YouTube, dat doe jij ook, hè? Vertel er eens iets over. Ja, ik geef gokadviezen, dus wat je moet inzetten. Dus ik weet niet of je nog een spaarpotje hebt, maar... Ja, dat is het. We gaan meteen. Real Madrid gaat winnen. Jos wel, hoor. Heeft het bijna elke week goed. Bijna elke week goed, bijna. Als van de vier tips heb ik er meestal drie goed. Nou, vanavond is de Champions League. Vertel het maar, wie gaat er winnen? Dat is heel simpel. Real gaat winnen en Bayern gaat winnen. Ja, Juventus heeft al 15 jaar niet verloren in de Champions League, thuis. Ja. Maar toch gaan ze dat vandaag doen. Isco in bloedvorm. Asensio, Benzema, Ronaldo. Ja. En het gekke is, ze doen in de competitie niks, maar ze winnen wel weer die cup waarschijnlijk, hè? Vier keer je inleggen, even tussen neus en lippen. Dus ik zou deze uitzending stoppen en gelijk op je portemonnee pakken. Ja, even inloggen. Het was weer een bijzondere uitzending. Ik ga even een ander decoortje kopen. Gehoord over de herrijzing van Olympia, waar we in Haarlem ongelooflijk blij mee zijn natuurlijk. En we hebben gehoord van de terugkeer van Jeffrey Samsin naar HFC.
En daar ben ik ook heel erg blij mee. Ik ook. Dank je wel. En Joris ook. Hartstikke bedankt, man. Heel veel succes. Ja, jij vooral, hè, want het dank is wel. Prachtig voor je. Ja, toppen dit. En heel jij, gewoon zeker eerst, Jeff. Dank je wel, Henny. Gaat gebeuren. Gaat lukken. Tegenaan. Gaat lukken. Bedankt voor het kijken. Okay.